Ze melden zich als het gevolg van de minister. Op die manier zal niemand weten dat het de minister is. Het is alleen, zult u ervoor moeten zorgen dat de kamers naast elkaar liggen. Ik heb al 3 kamers gereserveerd en er zullen er nog 2 bij moeten komen. Ja, en ik wil ze vandaag nog hebben. Toen moet ik Harry even... Harry? Harry? Ja, zegt u het maar, mevrouw Storm. Kun je even het gastenboek kijken of er nog 2 extra kamers vrij zijn voor mevrouw Leijker? Ja, natuurlijk, mevrouw Storm. Kijk ik even in het gastenboek. Dus even kijken, mevrouw Leijker heeft 3 kamers gereserveerd. Namelijk de kamers 5, 6 en 7. En er moeten er 2 bij? Ja, en naast elkaar. Ja, dat moeten dan kamers 4 en 8 worden. Ja, kamer 8 is geen probleem, maar kamer 4... Dat gaat niet, want die heb ik. Nou, dat is uiterst vervelend. Kunt u niet wat regelen? Oh, wacht eens. Als ik nou eens tijdelijk naar dat plekje van Tom Tromp ga in de kelder. Ja, geweldig, Harry. Fantastisch idee. Het is voor elkaar, mevrouw. We hebben 5 kamers vrij en naast elkaar. Zal ik ze meteen even laten zien? Nou, dat is helemaal niet nodig. Wij sturen namelijk altijd iemand van tevoren om de kamers te inspecteren. Dus ik weet al lang dat ze goed zijn, maar... Ik ga mijn mensen wel even zeggen dat ze mogen komen. Dus u wilt zeggen dat het hotel al gekeurd is zonder dat wij het wisten? Uiteraard. Nou, bedankt. En tot ziens. Ja, ik wens u een plezierig verblijf. Geweldig, Annette. Ik wist wel dat ik dat aan jou over kon laten. Harry, dat flik jij mij niet volgende keer, want dan zeg ik gewoon keihard dat ik er niet ben. Maar je deed het fantastisch. En je hoeft het ook alleen maar te doen zonder dat u met mij denkt hier wil spreken. Goed. Nee dan, maar verder help ik je alleen achter de bouw, meer niet. Dat is waar. Nou, want voor hetzelfde geld staat die koude kak vanmorgen al op voor de deur. Laat jij geen vrij. Laat ons los, Harry. Ga zitten, was klaar. De bieren bezig, kijk. Laat je. Ga zitten, want ik moet wel met je bespreken. Nou, vertel op, Harry, wat gaan we doen? De minister of de secretaresse van de minister is net langs geweest. Ga zitten. Oké, kom. De secretaresse van de minister is net langs geweest en er moeten 2 extra kamers in orde worden gemaakt, namelijk kamer 4 en kamer 8. Ik neem aan dat kamers 5, 6 en 7 wel klaar zijn. Ja, maar waarom moeten we ons haasten? En ik ga voorlopig naar het plekje van Tom Tromp in de kamer. Maar waarom moeten we ons haasten? Ze komen tot pas volgende week. Voor hetzelfde geld staan ze vanochtend al op de stoel. Zeg, wie is die minister nou eigenlijk? Ja, dat wou ze niet vertellen. Nee. Ze komen allemaal incognito. Ze schijnen zelfs van de week al zijn wees te kijken. Nou, ik heb hier aan de geen vrienden meer eens in dit hotel gezien, hoor. Ja. Nou, echt wel. Jij? Ja, van de week waren hier 2 hele aardige mensen. Wel gek, ze zeiden dat ze het dan niet zo geschikt vonden. Het is natuurlijk om je af te leiden. Ja. Oh ja, nu. Ja. Maar weet ik jij soms toen dat die mensen eruit zagen dan? Ja, nou niet meer precies, maar als ik ze zie, dan herken ik ze wel. Ze zijn trouwens ook tolle binnen, weet je wat? Ik ga meteen een kamer in orde maken, ja. Vinden ze wat leuk. En breng mijn spullen gelijk naar de kelder. Is het goed? Zo, dat is ook geregeld. Hoe zit het met het nieuws? Nou, die zijn in de hemel, hoor. En als ik het goed vind, dan ga ik samen met je en 3 met de boodschappen doen. Ik vind het prima, maar ik wil ze eerst even inkijken in die menu's. Ik praat later met de chapelier. Ja. Wil jij de bar even controleren? Als je wat nodig hebt, dan hoor ik dat. Prima. Nee. Ik wil meteen een beetje oriënteren. Hups, kijk. Eens kijken wat we allemaal Zul je er net hebben?
Natuurlijk, mijn kind. Maar ik denk dat ik wel weet wat jij wil vragen. Oh ja, wat dan? Ik kan voorspellen, dus ik zie dingen. Ja, ik zie het duidelijk. Maar wat ziet u dan? Ik zie verlangen. Ik zie eeuwige verlangens naar liefde en warmte en vastigheid. Wat ziet u nog meer? Het klopt goed, kind. Er komt zeer binnenkort een belangrijke persoon in jouw leven. Wie? Wat jammer nou. Nee. Ik zie niks meer. Nee, dit werk is ook zo uitmoedend, hè. Wil je wat drinken anders? Nou, daar zeg ik je nee tegen. Iets sterks, alstublieft. Oh, wat spannend, hè. Ik vind het eigenlijk allemaal maar niks.